Erika Achteres van de Scouting Hardenberg. Jij fungeert hier als ontvangstcomité, begrijp ik? Ja, dat klopt helemaal. Vandaag gaan we weer in de natuur werken met alle kinderen. Dus we helpen de kinderen even oversteken. En hoeveel kinderen zijn er vandaag? We verwachten zijn 100 kinderen. Alleen van de scouting? Ja, inderdaad. We hebben de bevers, de welpen en de scouts. En hoe hebben jullie die natuurwerkdag gepromoot? Elk jaar is het gewoon, we hebben een afspraak gemaakt met de boswachter. Wij helpen hem 1 keer per jaar in de natuur. En in ruil daarvoor krijgen we van hem hout. Dus het is gewoon iets wat erbij hoort. En wat doen jullie dan met het hout van Staatsbosbeheer? Nou, we maken er pio-palen van. Daar kunnen we dan weer mee knopen. Bijvoorbeeld keukens als we op kamp gaan. Of gewoon leuke dingen. En we krijgen ook als brandhout. Dat stoken we dan gewoon op. Ja, wat ga je hier doen? Nou, we gaan de boswachten helpen met bijvoorbeeld de dode plantjes eruit halen. We gaan bomen voor helpen zagen als het nodig is. En ja, we hebben er weer zin in. Helemaal geweldig. Succes. Dankjewel. En meneer Tolman, wat... Zeg maar Wiebe, voormalig voorzitter van de IVN, als Juist. Ik het goed heb. Wat gaat u vandaag doen tijdens de natuurwerkdag? Wij gaan natuurlijk hard werken hier op de hei. Hè? Dus alle ongerechtigheden uit de hei weghalen. Boompjes, hè? Vogelkers en berkjes en eikjes. Dus alles wat boom is, halen we weg uit de hei. En u bent al goed voorbereid, koffie is op, zie ik. We zijn altijd goed voorbereid hoor, we hebben heel veel ervaring, want we werken elke week een dag of een middag in het bos. En wie zijn wij in dit verband? Dat is de vrijwilligersgroep van het IVN, de mensen zoals die hier zitten. Alleen, ze zijn er lang niet allemaal, want gisteren hadden we 16 man. De groep bestaat uit 25 man, maar op locatie zijn er meestal 12 tot 15 man. Wij werken normaal ook nooit op zaterdag, altijd door de weekse dagen. Prima, en hoe ziet u het werken samen met die kinderscharen? Ja, dat gaat altijd goed. Ja. Je moet ze soms een beetje tot de orde roepen, maar in de regel lukt dat wel hoor. Kinderen zijn vaak wel goed gemotiveerd om in de natuur ook iets te doen. En jong geleerde zout gedaan. Zo is dat. Dank u wel. Graag gedaan. Hey, hartelijk welkom. Mijn naam is Nico Arkes. Ik ben de boswachter van het gebied. En ik ben zeer blij dat er weer zoveel mensen weer gehoor gegeven hebben aan onze oproep. Ik heb jullie nog niet geteld, maar op de website hadden we meer dan 120 mensen. En terwijl er maar 80 mee mochten doen. Nou ja, dat is hartstikke mooi. Zoveel mensen. Wat gaan wij doen vandaag? Weten jullie dat? Vispijten! Boompjes omzagen. Wat ga je doen? Poepen. Hij gaat poepen vandaag. Nou, als je moet poepen en plassen, is trouwens wel een goeie hoor. Want ik denk dat iedereen een keer poepen en plassen moet vandaag. Als jullie moeten poepen en plassen. Ja, plassen mag van ons gewoon in het bos. Zo tegen een boom. En dan zoek een leuke boom op dan straks. Nou, vandaag gaan wij in 4 groepen werken op de heide. En we zitten hier op de heide, dat is hier achternaast ons. Daar leven heel veel dieren. En een van die dieren die daar leeft, is onder andere ook een slang. Ja, de adder. En de adder die gaat vandaag en van de week en volgende week gaat die proberen een slaapplek te vinden. Dus we zullen hem waarschijnlijk niet zien. Dus die adders zijn een beetje weg op dit moment. Maar we willen wel zorgen dat zijn huisje waar hij in woont en zijn leefomgeving waar hij in woont, dat hij volgend jaar die heel mooi open is. En een adder heeft heel veel zonlicht nodig. Nou, wat wil je nog meer als een dag van vandaag? We hebben heel veel zonlicht. Maar als er een boom groeit en de zon schijnt, wat krijg je dan? Schaduw, inderdaad. En als er veel schaduw over de hei zit, dat vinden koudbloedige dieren, zoals een adder, maar ook een hagedisjes. Dat zijn koudbloeders. Die vinden dat niet zo fijn, want ze hebben die zonne-energie nodig om te kunnen bewegen. Nou,
We gaan het huisje van de adder en van koudbloedige dieren dus verbeteren door boompjes weg te zagen. Ik weet dat jullie weten wat een zaag is. Maar zelfs met een zaag en hoe je daarmee om moet gaan, daar gebeuren vaak ongelukjes mee. Wij proberen het aantal gewonden, zeg maar, minimaal te houden. Want wij werken al jaren samen met elkaar en ik ga langs de koers. En ik ben al terug en ik ben een leeuw lopen. De rest kan niet meer blijven, want dan gaan we een hand op doen. De stoken hadden we dat, heel lang in de week. Hierop, dus de camping gaan we de Amerikaanse vogels weghalen. Dat zijn die plantjes die eromheen staan, maar dat wordt straks uitgelegd. En we gaan hier achter de pannenkoekentent ook op de hei werken. Dus voor jullie is het een zware dag. Waarom is het een zware dag? Omdat jullie de hele dag in de geur van pannenkoekjes moeten werken. We zijn ooit begonnen, ik weet eigenlijk al helemaal niet meer wanneer we begonnen zijn. Maar zolang bij de eerste natuurwerkdag deden we meteen mee. En toen hadden we het idee om samen met IVN, die jongens, de oude mannen die hier net waren, die werkten van ons. Ik zeg, dan gaan wij als boswachters voor jullie pannenkoeken bakken. Zo zijn we heel klein, 20 mensen, ik weet het nog. Ik was bij de Pingo-ruïne in Bruchtenveld. En toen gingen we pannenkoeken bakken in een schafketen. Boswachter zo. De ene steel naar de andere brak af, lomp stond me om en nodig ging naar het echt. Van dik hout zagen mijn planken. Maar het was zo knettergezellig. Pannenkoeken bakken en die mannen van IVN vonden het ook zo leuk. Zij aan het werk en wij voor hun aan het werk. Want zij doen wat voor ons, wij doen wat terug. Nou, en dat is uitgegroeid tot een natuurwerkdag die zijn omvang niet kent. Want je hebt hier 120 vrijwilligers die nu aan bezig zijn. En ze komen graag naar deze locatie omdat het een kinderlocatie is. Waarom? Omdat er nog steeds pannenkoeken gebakken worden. Niet meer door de boswachter, maar wel door de vrouw van de boswachter. En die samen met een pannenkoekenteam daar de bezig zijn. 'S Middags pannenkoeken bakken. En de boswachter kookt altijd soep voor de deelnemers. Dus er wordt een soep gekookt. En dat doen we natuurlijk zonder vlees in dit geval. Dus het wordt een vegetarische soep. Omdat je niet weet wat het voor mensen je hebt. Dus er wordt wel uitgezocht. Iedereen kan van die soep eten. Maar dat is het succes van deze locatie. Werken buiten. En dan 's middags onder die geur en genot van die luchten die er al zijn, die ter plaatse klaargemaakt zijn, dan samen doen. Nou, veel mooier kun je het niet hebben met elkaar. Gezellig. Ik zou zo mijn hele vakantie wel willen doen. Ja. Hoe groot is het werkgebied van Staatsbosbeheer van jouw gebied? Van mijn gebied? Ik mag mij nog gelukkig prijzen dat ik dus boswachter ben van de gemeente Hardenberg, Ommen, Dalsen, Staphorst en ook nog eens Steenwijkerwold. Heel groot gebied, mensen. En in dat gebied heb ik twee locaties. Dat is de boswachterij Hardenberg, is een locatie waar 120 mensen nu werken. En ik heb in de boswachterij Staphorst heb ik ook zo'n groep zitten van rond 80 mensen. Die daar ook bezig zijn op de heide. Ja, basis voor de soep. Zonder vlees. Dat gaat er eerst even in. Goed voor hoeveel liter? 1,5 liter. Oh, hier zit 20 liter in. Daar moet nog een paar die bij dag. Het probleem van koken in de natuur is dat je toch een beetje voorzichtig moet zijn. Want als je te zout maakt, je kunt er niks meer uithalen. Dan ben ik geen chef-kok, maar je kunt er altijd wat bij doen. Dus ik doe eerst wat wazen en dan hou ik nog een potje achter. Mocht het iets scherper moeten worden, dan doe ik dat erbij.